Het is kerstavond. Jannik rijdt over straat. Hij ziet een ingedeukte auto. Er is een ongeluk gebeurd. Een andere auto zakt langzaam weg in het water. Er zit een vrouw in. Eromheen staan mensen te fotograferen en te filmen. Maar Jannik, die bedenkt zich geen ogenblik, springt in het water en redt het leven van de vrouw. En nu vraagt Angelo zich op Twitter geheel terecht af: waarom grijpt er niemand in als er iemand ligt te sterven? Durf te vragen. Nadat het Parool het verhaal oppakt, wordt het landelijk nieuws en is Jannik een held. Op Twitter krijgt hij niets dan props. Vandaag wordt hij herenigd met de vrouw die hij heeft gered. En Jannik weet van niks. Ik ben nu in het stadsdeelkantoor Zuidoost en hier wordt Jannik, onze held, zometeen in het zonnetje gezet. Hoe voelt dat om een held te zijn? Ik voel mezelf geen held. Maar, ik vind je wel een held, hoor. Dankjewel. Maar ja, het voelde als een plicht. Ik zag een mevrouw in nood. En ik heb er natuurlijk wel over nagedacht wat ik op dit moment zou moeten doen. En ik heb actie ondernomen. Ja, dat was deze plek. Ja. Ja. Dit zijn de sporen gewoon nog. Daar was dus een vrouw in het water, in de auto. En hier stonden hoeveel mensen omheen te filmen? Ik zag wel een aantal mensen met een camera in hun handen. Ja. En de hoeveelheid mensen, ja, ik schat rond 10 of 12. 10 of 12 mensen? Ja. Ook echt veel. Dat is best wel veel, ja. En jij kwam eigenlijk later bij en jij was degene die in het water sprong. Nou, het is niet van dat de 10, 12 mensen zeg maar aan de kant stonden, maar wel zeg maar op de weg. Want hier zo een beetje, hier zo stonden die te kijken. Ja, vraag blijft, hoe kan het nou in vredesnaam dat mensen niks doen als er iemand dood aan het gaan is? Ik ga het nu vragen aan hoogleraar psychologie Paul de Lange van de VU. Dat is het omstandereffect. Naarmate er meer omstanders zijn, is de kans kleiner dat mensen ingrijpen. Dit wordt in het Engels wordt het bystander-effect genoemd. En in het Nederlands noemen wij het soms het passieve toeschouwereffect. Als je alleen bent, voel je je veel meer verantwoordelijk. Als je onderdeel bent van een groep, dan ben je zelf niet verantwoordelijk. Je spreidt de verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd is het ook zo dat, omdat er zoveel omstanders zijn die niet ingrijpen, denk jij heel snel van, nou, het zal wel meevallen. Ik hoef ook niet in te grijpen. Dus hoe meer mensen er zijn, hoe minder verantwoordelijk je voelt. Ja. En als dan toch niemand iets doet, dan denk je ook, ja, dan zou het ook wel niet zo erg zijn, want niemand doet iets. Ja, waarschijnlijk dat die vrouw toch wel kan zwemmen, want anders was iemand wel in het water gesprongen. Nu hoorde ik, en dat vond ik ook heel bijzonder, dat jij de vrouw die jij het leven hebt gered, ja, nog nooit ontmoet hebt. Ja, want ik maak me natuurlijk wel zorgen om die mevrouw natuurlijk. Ja. Want ik weet niet hoe het is afgelopen verder. En dan de ontmoeting. De vrouw wil liever niet herkenbaar in beeld. Okay, dank u wel, Jannik. Dank u wel. Ja, je bent mijn engel geweest. Ja, hartstikke bedankt, man. Echt hoor. Het was geweldig wat je gedaan hebt. Ja hoor, echt hoor. Echt geweldig. Kan je een diploma zwemmen doen? Of kom je? Ik kan wel zwemmen, okay. Maar ik heb angst voor water. Ik denk, dankzij jou ben ik hier, want voor hetzelfde geld stond ik nog hulp te roepen, want niemand kwam te hulp. Dus ik ben ontzettend dankbaar. Ik denk dat als mensen een beetje kennis krijgen over het bystander effect, dat daarmee de kans toch een klein beetje groter wordt dat men wel ingrijpt. Dus als je iets ziet, moet je even denken, bystander effect, niet niks doen, maar wel iets doen. Klopt. Ja. Okay. Het moment toen ik haar zag, dacht ik al meteen van ja, dat is die mevrouw. En ja. ze zag er stukken beter uit. Wat deed het jou? Het gaf me echt een goed gevoel. Echt, ja. Echt pure voldoening eigenlijk. Ik ben ook wel blij dat je toen niet bent gaan filmen, maar hebt geholpen. Vooral dat, ja. Ja, ja. Ben je geen speldje krijgen? Ben je geen speldje? Nu je bewust bent van het bystander effect, wees alert, zet je telefoon uit en red een vrouw van de verdrinkingsdood.